aanzetten. En dan doet hij het. Nou, goedemorgen. Dan zijn we weer laatste zondagochtend voorlopig in de online offline momentjes. We gaan de zomer in, dus even een pauze nemen. Het is ook altijd wel lekker als je eventjes niks moet. Je krijgt de opname, dus je kunt ze blijven herhalen als je daar behoefte aan hebt. En vandaag sluiten we ook de vijf elementen serie af. Die bij Energy Flow hoort, houtelement. Dus, in de Energy Flow serie de laatste houding. Dus vandaar dat we daarmee afronden. En het houtelement staat voor nieuw leven, voor de lente. Dus als je de lente energie voor je neemt, dat is opkomen, de grassprietjes, de bloemetjes die opkomen uit de grond, kopjes die door de grond heen barsten, zeg maar. Dat is de houtenergie, de lente-energie. En daar zit een stukje nieuw leven bij. Flow, dus het stromen. De leven galblaas die bij het hout hoort, die zorgt voor de moeiteloze doorstroming van de energie door het hele lichaam. En er zit ook een stukje creativiteit in. Dus een stukje nieuw leven. Maar ook als je bedenkt van, stel dat een bloembolletje opkomt en er zou een steentje op zijn kop liggen, dan gaat hij er langs. Dus hij zoekt nieuwe wegen. Hij wil de levens... lust is zo groot, zeg maar, het op willen komen, dat er een stukje creativiteit in zit, hoe dat zich uit. En in het begin maak ik de fout dat de houtenergie daadkrachtig en stevig was, zeg maar. Maar gaandeweg de afgelopen jaren heb ik me gerealiseerd dat het juist de zachtheid is die zorgt dat dingen ontstaan en dat het eigenlijk een hele liefdevolle, milde energie is. Maar op het moment dat die dus belemmerd wordt, of ergens een blokkade zit, op fysiek zeg maar, dan komt er wel kracht bij en die voel je op het moment dat het niet lekker gaat. Dus dan voel je een stukje frustratie, een stukje boosheid, dingen gaan niet zoals je wil. En als dan denk ik weer aan dat steentje op dat bolletje, zeg maar, wat dan daardoor niet omhoog kan. En dat gaat wringen en het wil een weg eruit. En dat is vaak waar we dan last van krijgen. En hetzelfde met emoties. We slikken ze in. We durven wat we echt voelen niet te uiten. En dat gaat dan wringen. Want uiteindelijk wil alles gezien, gehoord en ruimte krijgen om door te kunnen. Die energie wil stromen. De energie wil altijd stromen. Dus op het moment dat het belemmerd wordt, gaat het... zijn best, dan gaat dat brengen. Dus dat is wel een hele mooie... dat is echt voelbaar in het houtelement. Omdat dat zoveel... Dat is een opkomende energie. En vooral in de lente kun je dan ook echt wel fysiek last van krijgen. Want stel, je bent in de winter, is het allemaal wat... je beweegt minder, je zit meer stil. Dus de kans dat energiebanen wat meer dichtslippen, dat het allemaal wat stijver en stugger wordt. En dan komt er in één keer... de lente-energie aan en die kan er niet doorheen. En dat botst en dan krijg je last van je gewrichten, van de pezen, van de hoofdpijn horen we erbij. Dus dan kun je juist in die voorjaarsvermoeidheid, dat is gewoon eigenlijk energie die niet door kan. En dat geeft dan een vermoeid gevoel, hoe tegenstrijdig dat klinkt. Maar dan moet je te hard werken, zeg maar, om eruit te kunnen. Dus vooral in de lente kun je daar gewoon heel veel... wij voelen me ook in processen, als het een beetje geblokkeerd is, als het houtelement niet lekker weer loopt, dan kom je niet goed tot de ideeën, creatieve fase. Dan kunnen houtoefeningen kunnen helpen. En daar gaan we vandaag lekker mee aan de slag. We doen een stukje hoofd. Omdat de galblaas
echt verantwoordelijk is voor hoofd- en nekpijn. Galblaas begint boven de ogen, boven de wenkbrauwen, eigenlijk als je het hoofd in twee verdeelt in het midden, aan beide kanten. En dan zigzagt hij een paar keer naar de nekrand, terug naar de zijkant, over de oren. Dus ook duizeligheid heeft veel hiermee te maken. Loopt terug weer naar de nekrand en van daaruit gaat het langs de hals. Hier hebben we twee punten zitten die echt heel gevoelig kunnen zijn als je erin drukt. Precies op de top van je schouders. En dan zigzagt hij eigenlijk je borstkas langs, heupen langs. En langs de zijkant van de benen zien die broeksnaad die we vorige keer hebben geklopt. Tot de, is dat de vierde teen? Nou, de ene laatste teen, naast de kleine teen. Daar die nagelhoek, daar komt hij uit. Dus dat is echt een, hij slaat echt het hele lichaam. En pakt het evenwichtsorgaan mee. Zij zorgt voor die flexibiliteit, voor die bewegelijkheid die ook weer past bij die lente-energie. Dus ook grote problemen in de bewegelijkheid, flexibiliteit, kunnen te maken hebben met gewoon te weinig of te veel energie in de galblaas. En de leverenergie die komt vanaf de grote teen, maar dan de hoek van de andere tenen, gaat hij tussen de bordjes door. En dan komt hij hier aan de binnenkant en loopt hij zo naar de lies omhoog en hij eindigt, het oppervlakkige deel eindigt in je ribbenboog, eigenlijk net onder voor de volgende BH. Onder of echt onder de, dus het kan, de beugel kan erop liggen of het kan net erboven liggen. Als je dat voelt, dan kunnen een paar tussen de ribben, kunnen twee puntjes zijn, vaak is het een beetje een kuiltje en je kunt echt verrekt gevoelig zijn. En dat is zijn leverpunten. En zeker als je het benauwd hebt of een beetje een beklemmend gevoel hebt, dan kun je die masseren, hoe vervelend ze ook zijn, wel lief, om die energie in de borstkas weer wat makkelijker door te laten stromen. En de uitnodiging vandaag is bij de punten die je voelt, bij de houdingen die je voelt, om niet te denken van het lukt me niet, op je even ben ik stijf. Dat is echt, dan ga je mee in de blokkade, zeg maar. Terwijl als je voor jezelf vriendelijkheid en die mildheid kunt voelen. En ook al als het moeizaam gaat, visualiseer de doorstroming. Een zachte doorstroming in je lichaam, daarmee help je. Die zachtheid helpt om je hardheid op te lossen en dat de energie weer kan gaan stromen. En van Rick hoorde ik iets heel moois van, elke keer als je iets onaardigs tegen jezelf zegt, breek je je eigen hart. Dat vond ik wel een mooie. Ik vond dat voor toepasselijk. Bij het houtelement van de liefde, vriendelijkheid, ook naar, vooral naar jezelf toe, maar ook naar de buitenwereld. Dus je kunt vriendelijkheid oefenen naar de ander, maar zeker ook naar jezelf toe. En als je dan weer zo'n onaardige opmerking hebt intern van, tegen jezelf, van gewoon stom, ziet het niet uit of wat dan ook. Dat je denkt van, oh ja, dit is een gedachte. En dan lach je even naar jezelf. Zo menselijk, maar je doet jezelf geen goed mee. En je maakt niet zelf de school gaan. Het is soms zo onbewust. We zijn zo gewend om kritiek te leveren, ook naar onszelf toe, zeg maar, dat je soms niet eens in de gaten hebt dat je het doet. Dus het is goed om daar bewust van te worden en daar dan even een tegenbeweging tegenaan te hangen. Nou, dat is denk ik zover even het belangrijkste. Er waren twee spreekwoorden die ik ook wel erg mooi vond, die ook wel echt passen bij
De ene is van iets op je lever hebben, dus het uitspreken van die emoties. Dus op het moment dat je iets niet uitspreekt, dan belast je letterlijk je lever ermee. Dus spreekwoorden kloppen al heel vaak, dingen die we zeggen. En wat ook een hele mooie, wat erbij hoort, is van even een nachtje over slapen. En het is ook vaak met ideeën. Meestal als je er een nachtje over slaapt, dan komt het nog beter. Of een vraagstuk als je er een nachtje over slaapt. S'nachts gaat de lever, is eigenlijk de opruimer. Dus we willen s'nachts herstellen en bijkomen. En dat doet de lever. De lever filtert letterlijk het bloed en haalt en voedingsstoffen eruit die het nodig heeft. Maar ook afvalstoffen eruit. En als je een goede nacht slaap hebt gehad, dan de volgende ochtend ben je helder, komen de ideeën. En dus het helpt letterlijk om een nachtje over dingen te slapen, om je leven de kans te geven om dingen te verwerken en ermee bezig te zijn. Maar dat doet ze eigenlijk te leven. Fysiek, heel belangrijk s'nachts. En dat is ook vaak waar je niet aan toe komt s'nachts, zeker als we s'avonds laat eten. Als we s'avonds zeggen altijd na 8 uur geen vet meer eten, want dan help je je lever om in de schoonmaakmodus te komen. Hij is natuurlijk vet verwerken, want galblaasgal wordt er aangemaakt. Dus hij is de hele dag door bezig vetten af te breken. Dat is ding allemaal, maar s'nachts moet hij daar niet mee bezig zijn. Dan moet hij de rest verwerken. Dus op het moment dat je laat vet eet, s'avonds, blijft hij eigenlijk nog een paar uur daarmee bezig, terwijl hij eigenlijk een andere functie heeft. Je kunt je voorstellen waar hij wil s'avonds de afwas doen. Ja, gooit er nog even een kopje vet bij in de afwaswater. Maar ik kan eerst aan mee beginnen en dan pas door met de echte afwas. Dat gezegd hebben we. Gaan we lekker bezig. Dus kom zitten. Bij de zitbordjes. Je rug. Recht maken, verlengen. Til je borstbeen een klein beetje op. Zet je schouders. Te kunnen zakken. Kunnen ontspannen. Je nek mag je verlengen. Dus je tilt je hoofd een klein beetje op. Je kin een heel klein beetje in. En dan voel je dat je nek lang wordt. En voel even hoe je zit. Hoe je contact maakt, waar je contact maakt met de grond. Ons lichaam is wel een heel mooi ankerpunt bij die opkomende energie. Want als het te hard gaat stromen, kun je er ook mee vliegen, zeg maar, als je niet stevig zit. Dus contact maken met de grond, aardingsoefeningen doen, helpen om die energie ook aan te kunnen. Geeft dan een goed tegenwicht. Voel je voeten op de grond. Als je op de grond zit, als ik maar in kleermaak zit, voel contact onder je benen. Als je wil, mag je ogen sluiten. Nu wil ik je vragen om je bewuste keuzes te maken. Dit jouw moment is. Dus de hele wereld, alle bezigheden, alles wat moet. En dingen van je vraagt om het heel even bewust buiten de deur te parkeren. Dat je voor jezelf innerlijk een beslissing neemt van dit is mijn moment, tijd om voor mezelf ruimte voor wat er is aan te kijken. Dan wil ik je vragen om met een vriendelijke blik naar jezelf te kijken. Hoe je hier zit. Hoe je lichaam voelt.
Een glimlach op je lippen. Observeer je lichaam. In je hoofd. Die bal zit je spelen. Je voelende aandacht breng je in je bekken. En dan mag je je handen op je lever leggen. Dus het is op de, een beetje aan de rechterzijde van je ribbenkas. Een stukje ribben neem je nog mee. En een stukje buik. En dan bedek je zo'n beetje de hele lever, de galblaas die erin ligt. Voel even hoe je handen op dat gebied liggen. Het gewicht van je handen. De warmte. Of ze koud zijn. De koelte van je handen. Misschien reageert je lichaam. Wil je iets bewegen om je handen? Wil je het warmer worden? Observeer wat er is. Je leven is een opslagplaats voor alle dingen waar we niet aan toe komen. Emoties, ideeën. Een hele grote container. Je kunt best veel vol kunnen zetten. Maar op een gegeven moment wordt het te vol. Ik krijg het moeite met verwerken. Dus op zijn tijd opruimen. Grote lente schoonmaak. Allemaal dingen die helpen om de lever weer ruimte te geven. Alle dingen overboord te zetten. Ontspan je schouders en je armen. Voel je steeds een beetje zwaar en zacht in je kussen. Voel ondertussen op het contact met de aarde. Met de grond raakt. Misschien zelfs nog een beetje met je aandacht in de grond zakken. Dan mag je je voorstellen dat vanuit je ruggengraat die verlengd wordt, een grote koord diep de aarde inzakt. Steeds dieper en dieper. Helemaal tot het middelpunt van de aarde. Dan mag je dat koord vastmaken, met een magneet vast aanhaken. Een stukje gronding voor alle energie die gaat stromen. Dat het stevigheid heeft. Een soort ankerpunt, zodat de energie niet vervliegt.
En zeker als de energie hoog in je hoofd zit, is het fijn om een ankerpunt te hebben. Waarlangs het naar beneden kan zakken. Dan wil je vragen 3 keer samen met mij diep in en uit te ademen. In door de neus. En uit door de mond. Adem helemaal uit dat het laatste restje lucht eruit is. Dan mag je in door de neus. Diep in je buik. In je borstkas. En weer uit door de mond. En laat spanning los. Laat mij afglijden. En nog een laatste keer in. Voel dat je leven ruimte krijgt met de inademing. En op uitademing. Laat je het laatste beetje spanning los. Laatste beetje buitenwereld. Je mag je handen weer wegleggen wat prettig is en je ogen openen. En dan gaan we beginnen met een stukje hoofdmassage. Zoals ik al zei, de galblaas loopt echt over het hele hoofd heen. Dus we gaan tikken met de vingers. Een beetje een regen op je hoofd. Tik dus zachtjes. Je begint net boven je ogen en weerszijden. Dan ga je zo langzaam al tikkend over je hoofd, even bijna aan de middenlijn. Richting je achterhoofd, schedelrand. Dan mag je doorgaan naar je nek, schouders. Kijk hoe ver je komt. En dan doen we nog een keertje. Beginnen met vanaf je ogen. Ga niet terug omhoog. Breng de energie weer mee terug omhoog. Er zit genoeg energie in ons hoofd over het algemeen. En dan door naar achteren, door die nek heen. En nog 1 keertje. En dan tikken we vanaf de slapen, heel zachtjes, zo om de oren heen. Zit de zijkant bij je achterhoofd, meer de zijkant bij je nek. En dan tik je ze op de bovenkant van je schouders. En doe nog een keertje. Voel of het gevoelige plekjes zijn. Fijn voelt. Nog een laatste keer. Je mag je gezicht invrijven van de ogen heen. Je wenkbrauwen. Ogen horen bij het houtelement. Dus vele kijken wat we doen naar schermen. Lezen, eigenlijk. Dat is... Ja, het kost heel veel energie, vraagt heel veel van het houtelement. Dus het is heel goed als je veel op scherm kijkt om af en toe even de wijdte in te kijken, ver weg te kijken om je ogen te ontspannen. Of een oogmassage te doen. Dan voed je het houtelement weer wat meer. Dus ook klachten aan de ogen, even los van ouderdomsverschijnselen, maar brandende ogen, vermoeide ogen, rode ogen, heeft vaak te maken met hout. En als het rood is, dan vlamt het op. Zul je ook merken in je gemoed, zeg maar. Maar ze kunnen ook juist droog zijn en zo gaan irriteren. Dan gaan we nog een klein stukje kloppen vanaf deze punten. Dan je zo voor je schouders, langs zijkanten, tot aan je billen. Dus we zo meteen gaan een stukje staan doen. En dan nemen we de benen mee.
En dan heb je zo de energie mee van boven. Ik heb ook een vlakke handdoek, kijk wat je lekker vindt. Zo, de heupen. En dan gaan we een stukje, even kijken, wat is handig. Om niet te gaan staan zitten. We gaan eerst even staan. Mag je komen staan, dan gaan we de benen kloppen. Dus zoals ik al zei, de galblaas komt vanuit de heup. Hier hebben we van die heerlijke pijnlijke plekjes vaak in de billen. Die horen ook bij de galblaas. En dan gaat hij langs de zijkant van de benen. Over die broeksnaad heen. Naar beneden. Net voor het enkelbord langs. En dan tussen die laatste kootjes door. Naar de teen naast de kleine teen. Zal het de ringteen heten? Zullen we die nog zo noemen? Daar eindigt hij. En dan de lever kloppen we vanaf de grote teen zo over de voet. Voor het enkelbord langs. En dan aan de binnenkant. Dus de nierlijn die we vorige week hebben gedaan, die loopt over de broekzaad heen. De mild loopt net aan de voorkant, aan de binnenkant. En dan de lever loopt tussenin, echt zo door die lies heen. Dus die gaan we even kloppen. En dan kun je met een losse vuist beginnen aan de zijkant van de heupen. Met een beetje zo bovenaan je heupbot beginnen. En dit kan echt wel lekker zijn. Als het heel pijnlijk is, doe je zachtjes. Tegelijkertijd kan het ook heel juist heel fijn zijn om eventjes flink je billen en je heupen te kloppen. Zo naar beneden. Dan komen we hier bij die kort rondjes, puntjes. Ze kunnen ook echt heel gevoelig zijn. Als je langs de zijkant van de knieën. Door je knieën heen, dat je hoofd niet te laag komt. En je enkel. Zo over die tenen en gaan we over de tenen naar de grote teen. Dan klop je zo tussen de pootjes van de grote teen en de eerste teen heen. En dan via de binnenkant van de schijnbenen, binnenkant van je knie. Zo naar je liezen. En neem je liezen goed mee. Mag je dat zachter doen. Dan gaan we even door naar boven, tot die punten waar ik net zei, onder de BH-beugel. En dan gaan we zo de zijkant weer omlaag. Bij die heupen. En je mag daar een groter gebied mee pakken hoor. Als je denkt van, oh dat is lekker om eventjes te kloppen. Wil je gewoon stagneren in de heupen. En dan voel je dan dat het lekker is om eventjes te kloppen. Zijkant weer, gevoelig puntjes. Zijkant van je knieën. Buiten, enkel bot naar de innerlaatste teen. Ga je door naar de grote teen en dan ga je tussen de kootjes van de grote teen en de eerste teentje weer naar de binnenkant omhoog. En kijk eens of je verschil voelt tussen links en rechts. Tussen het ene klopje en het andere klopje. Door je liezen heen, zo zachtjes. Omhoog, rond je buik, onder je BH-bandje. Dan gaan we naar de zijkant toe. Gaan we één keer naar beneden. In de laatste teen, een grote teen. Ik klop eigenlijk met de knoppen van mijn middelvinger precies tussen die tussen grote teen en eerste teentje in. Dat is een heel gevoelig puntje. Kan heel gevoelig zijn, zo zeggen. Dat is echt heel persoonlijk. De binnenkant van je benen. Ik merk bij mij dat de rechterkant gevoeliger is nu. Omhoog. Door je liezen heen. Dan mag je iets zachter kloppen of iets sneller. Nou, omhoog naar het puntje onder je BH-bandje.
En we gaan nog even de benen losmaken, want het heupgebied is vaak een grote bottleneck. Want ja, ze gaan er allebei doorheen. Je mag op één been komen staan, je mag even, als je het fijn vindt, steun zoeken. Dus gewoon ga ik je linkerbeen staan. De rechter een heel klein beetje op, mag je even laten staan. Dus je hele gewicht gaat naar je linkerbeen, zorg dat je knie van slot af is, dat je stevig been maakt, je bil een beetje aanspant. Dan ga je met je andere been ga je gewoon even zwaaien. Dus je gaat net boven de grond langs. Het gaat erom dat je eventjes bewegelijkheid brengt in het hele gebied. Dus kijk even wat fijn voelt. En om je heup een beetje op te tillen om niet met je voeten over de grond heen te schrapen. Aan de andere kant kijken of je zoveel mogelijk je been kan ontspannen. En dan even swingen. Om dat heupgewricht wat losser te maken. Dan mag je hem uit laten zwaaien. En dan gaan we de andere kant doen. Dus kom op je rechterbeen staan. Knie uit slot, been stevig. Dus je kunt je heup een beetje aanspannen. Zodat je linkerbeen wat hoger komt. Dan mag je met je linkerbeen gaan zwaaien. Dus je houdt je voet geflexed om niet met je tenen de grond te raken. Maar rest probeer je zoveel mogelijk je benen en je billen te ontspannen. En stel je voor hoe je dat heupgewricht ruimte krijgt. Het is wel een ontspannen beweging, dus niet heel actief. Het is geen krachtoefening, maar meer een losgoedoefening. Dan mag je je been weer laten uitzwaaien en op twee benen staan. En dan gaan we weer zitten. Dan mag je even zonder kussentje als je op de grond zit. Gaan we nog een beetje de heupen losmaken. Dus je kunt in kleermaker zitten. En als je op de stoel zit, dan zit je benen beide uit elkaar. Dat je goed stevigheid hebt. Dan gaan we weer je rondjes draaien. En dat je niet bezig bent van corrigeren. Dus kom goed op beide zitbordjes zitten. Rug recht. En dan gaan we naar voren. En dan langzaam rondjes draaien. Beide zitbordjes blijven op de grond. Je houdt je borstbenen gestrekt, rug gestrekt. Maak heel rustig die heup los. Je mag pijnlijke plekjes of stijfheid opzoeken, al wel met zachtheid. Het is vooral het warm maken van het gebied. Het heel rustig, dat de spiertjes even geactiveerd worden. Langzaam beter de bloeding krijgen. En denk weer aan die milde vriendelijkheid aan jezelf toe. Naar het gebied. Misschien merk je als je dat in jezelf oproept, dat de beweging anders wordt. Anders aanvoelt. Nog één cirkel maken als je vooraan gekomen bent. Dan mag je de andere kant opdraaien. Let erop dat je goed bij zit, bordjes aan de grond houdt. Dus niet eentje optilt in de draaiing, dan draai je te ver. Voel die stijve plekjes.
het zal wat langzaam doorheen gaan, dat je er wat bewuster contact mee maakt. Zacht maakt. Stel je voor hoe het hele gebied beter doet wordt. Misschien helpt het voor jou om een kleur aan te geven. Wat roze, rode, noord. Ik ben nog meer voor de opbloeding, maar er zit natuurlijk ook de eerste chakra daar onderaan en die is rood. Dus dat op zich klopt dat ook wel. En adem goed door. Ik denk dat je adem stopt. En dan je aandacht naar je ademhaling toe. Je kunt op je ademhaling draaien. Inademend voorlangs. En uitademend achterlangs. Dan mag je je cirkel afmaken. Waar je mee bezig bent. Als je vooraan gekomen bent, mag je weer rechtop komen zitten. Nou, dan maak je schiet even je bovenbeen al hier. Voel ik nog een beetje mee bewegen. En die hele heupgebied, bekgebied, heeft natuurlijk zoveel aanhechtingen van alle kanten. Dus het is wel goed op te merken van waar jij het voelt. Ik merk met deze oefening vaak dat ik de spiertjes in mijn benen voel. Dat die mee gaan wegen, dat het daar eigenlijk stijver is in die rand. Onderaan die bovenrand van de heupen. Dat het daar wel stijf is. Het is goed om op te merken. Om te weten van oké, dit zijn plekjes. En dat kun je dan vriendelijk loslaten. Ga even uitrekken. Dus je mag gewoon even of je handen in elkaar strengen. Maakt niet uit. Even lekker zo. Je mag ook je handen los. Alsof je appels plukt. Eventjes de hele rond gebied. Arm een beetje neem meer naar achteren, dat je borstkast opent. En je kunt je rug boven even bol maken. Even de hele romp oprekken. Gewoon lekker zijn. Dat is alleen 's ochtends al. Niet zo daarom het uittrekken 's ochtends zo goed is. Je maakt gelijk, activeert gelijk de hele leverenergie. Daar voel ik een heel stevig plekje. Kom vooral hier zo. Zo, dan mag je arm even uit schudden. Dan gaan we de strekking doen voor de lever en galblaas. Je mag in spreidstand komen zitten. En je spreidt je benen zo ver dat je je knieën op de grond kunt krijgen. Dus is het zo, dan is het zo. Dat maakt niet uit. Kijk even of dat lukt. En op de stoel, kijk even wat fijn is, hoe ver je je benen kunt spreiden. We gaan namelijk zo meteen zijwaarts en dan rekken we dit stuk op. En belangrijk is als je te ver in de strekking komt zitten, dan bij mij schiet het altijd in de kramp. Als ik iets te antiek ben. En dus daar moet je even op letten. Dus ik hoop dat het lukt zo om op de grond te zitten. Mag je je enkels even van je wegstrekken en dan weer ontspannen. En dan laat je je benen rusten. Dus mij blijft ze omhoog staan, maar stel dat je voeten een beetje naar buiten toevallen, dan maakt het niet zo heel hard. Om goed rechtop te zitten bij de zitpotjes. De heupopener zou zijn dat je vanuit je navel naar voren komt met een rechte onderrug. Maar soms is het al een hele uitdaging om zo überhaupt rechtop te blijven zitten. En dan kun je eventueel een klein dekentje onder je zitpotje leggen. En dat tilt net even je onderrug op. Zo kun je mee spelen. Als je even je onderrug, als je moed hebt om je onderrug dit gedeelte opgestrekt te houden. Dan gaan we zo meteen een draaiing maken. Nog even voor jezelf voelen als je je linkerarm omhoog tilt en een beetje opzij gaat. Dan hebben we de rechterkant, of de kant is die makkelijker gaat.
Dan begin je aan de kant die voor jou het makkelijkst voelt. Bij mij is dat naar links. Dus ik ga zo meteen naar links beginnen. Wat je doet. Dus ik zeg hem even naar links. Als jij rechts begint, dan moet je hem even vertalen. Je draait je navel naar je rechterbeen. Je pakt met je linkerarm je rechterbovenbeen vast. Het is puur voor de stevigheid, niet om te trekken. Maar puur om even een beetje een steuntje te geven. En op de inademing strek je je rechterarm. En op de uitademing kom je naar je linkerbeen. Stijl wat naar je linkerbeen. En als je been ver naar voren steekt, dan ga je wat meer zijwaarts. Als deze oefening, als je normaal zou kunnen doen, zou je been echt in spreidstand liggen. En dan ligt je been hier zo. Dus die kant ga je op. Het is wel belangrijk om niet te ver te gaan. Ik wil even rustig aan beginnen met deze houding. Even voelen. En op de inademing voel je al wel dat er spanningslijnen ontstaan. Ja, aan de rechterzijde. Aan de benen. En op de uitademing ontspan je. Dan kom je een stukje verder. Voel je ergens kramp ontstaan, dan ben je te ver. Of voel je dat het echt heel pijnlijk is, dan ben je ook te ver. Het is echt een houding die je rustig in mag gaan. En je hebt je elleboog een beetje naar achteren, dat je borstkas goed open is. Gewoon palm wijst naar het plafond. En op uitademing kijk je waar je verder kunt zakken. De ene keer kun je een beetje meer in je heupen opzij zakken. De andere keer is je arm die wat verder kan. En je als je arm, denk je in verlenging. Dus je verlengt hem richting de muur. Dat is waar je naartoe wil. Nou, rustig in de uit. En op inademing mag je omhoog komen. En je armen mee omlaag. En dan doen we de andere kant. Dus je draait je navel naar je linkerbeen. Met je rechterarm je linkerbovenbeen vast. Op inademing strek je linkerarm. En op de uitademing kom je naar rechts. Ontspan je onderste schouder. Gewoon lekker hangen. Als je dit niet prettig vindt, kun je hem ook aan deze kant leggen. Dan kan zo een beetje steun geven. Je elleboog hou je wat meer naar achteren, dat je je oksel opent. En je arm wil verlengen. Span je billen, je benen. En nogmaals, als het te pijnlijk is of je merkt dat je niet ontspant bij een uitademing, kom een klein stukje terug. Het is wel een goede om daarin te spelen van, hey, je voelt het als ik eigenlijk amper in de strekking ga. Zul je merken dat je met een paar uitademingen waarschijnlijk verder komt dan als je echt in de strek gaat hangen. Denk weer aan die vriendelijkheid, die mildheid tegenover dat willen, pusherige, de kracht, zeg maar. Dan mag je op inademing weer omhoog komen en op de uitademing laat je hem weer gaan. Ik merk dat het vandaag een hele uitdaging is, deze houding. Dus vind ik het mooie van deze houding. Is het dan de laatste in de serie van 6 houdingen waarmee je alle energiebanen rekt. En ze zeggen eigenlijk een beetje, als je je houding al wat beter leert kennen en wat meer doet, van hoe het is met jou op dat moment. En de ene keer, ik wil niet zeggen dat ik echt meteen naar buiten kan en plat kan, maar nu voel ik het echt. En het is heerlijk, ook van juist direct heerlijk, dat dat echt nodig is. Maar hij is wat uitdagender dan anders. Even kijken, heb ik nog even tijd voor? Ja, doe nog wel eventjes. Deze weet ik niet hoe je dit op de stoel moet doen. Die dans moet je misschien zelf nog maar even een keertje doen. Dat je zo zijwaarts
rekt. En het is belangrijk dat als je die zijwaarts rekt, dat je wel je beide zitbordjes in de stoel houdt. En hoe je op de grond zit, mag je even één been intrekken. En dan draai je met je romp, zet je je handen achter die heup. En dan mag je komen draaien. En je voet van je gestrekte been, je grote teen mag je op de grond leggen. Dus je komt met je heup van de grond af. Je komt even in die draaien. En ook hier is het weer zacht, mild. We willen vooral verlengen. Dus je wil ook je bil en je benen ontspannen. Voel even die draaien ook in je heup. Dan mag je dat maken in- en uitademen. En dan kom je weer zitten. En dan doen we de andere kant. Kom op in. Je handen aan de buitenkant van je gebogen been. Draai even door, leg je je grote teen van gestrekte been op de grond. En draai even door. Ontspan je bil, je bovenbeen, je heupen. Of je zachtheid kunt creëren in dat gebied. Dan mag je weer terugkomen zitten. En dan gaan we nog één keer de houding van net doen. Dus weer met je benen gespreid en gestrekt. En dan begin je weer bij de kant die het makkelijkste gaat. We gaan eens kijken of het effect heeft, die vorige houding. Of dat effect heeft op als we deze nu nog een keertje doen. Dus je pakt met je linkerhand je rechterbovenbeen. Draait je navel richting je been. Inademing. Strek je rechterarm omhoog en op uitademing. Je zijwaarts. En dan mogen ze naar achteren, zodat je oksel geopend is. Span je heupen. En pak je rustig in en uit. En denk op een uitademen, verlenging. Je hand strekt weg van je, richting de muur. En voel op welke inademing hoe die hele rechte borstkasplank ruimte krijgt. Dan mag je op inademing weer omhoog komen. En op uitademing ook, in de bloemen. Uitademing laat je arm zakken. En dan doen we de andere kant nog eventjes. Dus pak je met je rechterhand je linkerbovenbeen, draai je navel richting je linkerbeen. Inademing. Linkerarm omhoog en op uitademing. Kom je zijwaarts. Richting je rechterbeen. En dan boog eens naar achteren dat je oksel open is. En voel op een inademing. De hele linkerkant. Ruimte creëren. En op een uitademing denk je verlenging. Je hand strekt weg richting de muur. Je voelt hem echt vanaf je heup, zijkant van je borstkas, oksel. Adem rustig in en uit. Ook op inademing. Weer omhoog komen. En dan op uitademing je arm laten zakken. Ik merkte dat het wat zachter was hier, waar ik bij de eerste keer dat we dit deden wat scherpere randjes had, zeg maar. Voel ik na die strekking dat het wat zachter was geworden. Dus ik ben benieuwd hoe jij jij verschillen gemerkt voor jezelf. En ook het verschil tussen links en rechts, waar in je lichaam voel je dat? Is het meer het heupgebied, is het meer het borstkas, arm, zoveel? Stek ook een stuk van je nek mee waar het op de galblaas doorheen loopt. Mag je benen weer bij elkaar brengen. Ik
uit elkaar schudden, losschudden. En dan gaan we een voorovenstrekking doen. Die gaat ook niet op de stoel. Hoe je op de grond zit, mag je even op je knieën komen zitten. Even te denken hoe kun je die op de stoel doen. Ja, ik denk als je op de stoel de benen even goed bij het uitzet en dan gewoon even naar voren komt hangen en zo. Dat dat dezelfde soort strekking geeft. Als je op de grond zit, doe je knieën wat verder uit elkaar. Ik heb mezelf al matjes, kan ik te breed van een matje uit elkaar liggen. Dat je kantel je dekken, dat je onderrug lang is. Dan kom je naar voren gelopen. Als het lukt, mag je je voorhoofd op de grond leggen. Je benen lopen nog even een klein stukje verder en dan leg je ze weg. Voor je strekking in de oksel of in de bovenarm. Je wil de navel op de grond leggen. Dat die dan niet komt is niet erg. Maar dat is wel de beweging die je wil leggen. Dus je wil helemaal plat op de grond liggen. En dan voel je een rek in de binnenkant van je benen. Waar de levenmeridiaan loopt. De tenen zijn bij elkaar. En dan je billen. Dan mag je zo lekker komen ontspannen. Span je je polsen. Je onderarm op de grond, je ellebogen, bovenarmen en oksels. Span je hoofd wat zwaar op de grond liggen, je nek. Span je rug, je buik, je heupen, je benen. Enkels, voeten. Geef je helemaal over aan de grond. En de zwaartekracht. En je aandacht in je bekkengebied, dat je ademhaling zo verdiept. Voor de ademhaling. De onderbuik, onderrug meebeweegt. Dat hoeft maar een klein beetje te zijn. En als je het niet voelt, dan stel je voor dat ze bewegen op je inademing. Een ballonnetje blaast. Voel ontspanning uit je ruggengraat. In je benen. Dan mag je nog twee keer zo diep in- en uitademen. En ontspannen. Dan kom je op een inademing. Wandel je met je handen weer rustig terug omhoog. Zodat zit komt. Dan heb je een patroontje in je mat. Dan heb je die nu in je voorhoofd staan. En dan mag je opmaken door nog even een korte afsluitende houding. Dus als je wil mag je komen liggen. Ik blijf zitten. Als je ook kan blijven zitten. Kijk even wat je fijn vindt. Zorg dat je warm genoeg bent. Als je je onderrug voelt dat je een dekentje of een kussentje onder je knieën legt. Het ontspant vaak als die hamstrings vrij strak zijn, dan trekt dat aan het heupgewricht en aan die onderrug van de andere kant. Dus dan kan een dekentje onder je knieën heel fijn zijn. Als je in de stoel zit, mag je gewoon lekker achterover komen leunen. Helemaal in ontspanning. Lekker achter in de stoel zitten. Mag je ogen sluiten. Dan mag je je lichaam voelen. En voel wat deze houdingen, de oefeningen van de afgelopen half uur, drie kwartier teweeg hebben gebracht. Je kunt nog allerlei tintelingen voelen. Bewegingen.
Laat je lichaam settelen zoals het zich wil settelen. De energie zoekt zijn weg. Het is in gang gezet. En hoe meer je lichaam nu veel rust geeft, de ontspanning geeft, dan kunnen de energie stromen naar waar het toe moet, wat nodig is. Verdelen over het lichaam. Vol de ruimte en de ontspanning. Als de houtenergie wat strak is, dan kunnen ze een beetje het gevoel van een corset geven, alsof je ingesnoerd bent. Als je met soort strekkingen en zijwaartse openers, creëer je meer ruimte. Dan kun je ook het gevoel krijgen wat ruimer, wat losser in je lichaam te zitten. Je geniet van het gevoel van ontspanning. En dan mag je met je handen tegen elkaar aanvijgen, opwarmen. En dan mag je ze over je ogen leggen. Kommetjes. En voel even de warmte van je hand en je handen over je ogen. En voel hoe die warmte naar binnen sijpelt en naar ontspanning brengt. In je oogkassen, je wenkbrauwen. Niet onder je ogen. Ook je oogleden worden zacht. Je oogbollen verzachten. Laat ze dieper wegzinken in je hoofd. En ontspannen je ogen. En maak weer contact met die vriendelijkheid, de mildheid in jezelf. En laat die vriendelijkheid als een deken over je lichaam heen glijden. Om gebieden die nog aanspannen of aandacht trekken, te ontspannen. Met de grond onder je. Maak contact met de aarde. Stevig uit om wortels in te schieten. Als je stevig contact maar hebt met de grond, stevig je wortels hebt in de grond. Dat creëert stevigheid waardoor je lichaam flexibeler kan worden. Als een boom hoort te bewegen in de wind. En dat er geen bewegelijkheid meer in zit, is er kans op dat hij omvalt. Dus hoe steviger die wortels in de grond, hoe flexibeler je lichaam doen en laten. Ik kan je voorstellen als je een hele grote boom ziet, dat wat je boven de grond ziet. Het zit ook onder de grond aan wortelstelsels. Net zo diep als de boom hoog is, net zo wijd. Wijd zoals de takken reiken. Zo zit er een anker onder de grond. De boom en voet een stevigheid geeft. En zijn flexibiliteit geeft. Mee kan bewegen op de wind.
stromingen van het leven. Zo staande houdt. Flexibel. Na elke winter een nieuw leven geeft. Je kan groeien. En voel even of je nog lekker hier wilt blijven. Wilt genieten van deze houten energie. Een zachte, voelende energie. Ik ga de opname afronden. En ik wens je gewoon een hele fijne dag. Als je goed je wortels mag voelen. En de levensenergie daarmee mag voelen. En dan... zie elkaar de volgende keer weer. Fijne dag.